Kiddebam! Bam, inderdaad. Ja, ik weet anders ook niet hoe ik moet openen. Kuddebam. Kuddebam. Ik heb Kuddebam nog niet eerder gehoord. Waarom openen ze niet alle shows gewoon met bam? Ja, Kuddebam. Kuddebam. Kuddebam, Kuddebam, Kuddebam. Hey, een nieuwe piepshow met een aantal onderwerpen. Sorry Yves Guillemot, Ubisoft zit er weer vaak in. Maar ja, je vraagt er af en toe ook wel een beetje om. Yves, die stuurt ons elke keer een brief van, hey, let jullie wel op dat, ja. Wat ik nu weer sta te vertellen. Do you need some new content? Ja. Of course. Oké, okay, again. Ze komt fleur. Ze komt fleur. Maar we beginnen met iets wat, denk ik, ja, misschien ook weer wel, jij niet hebt zien aankomen. De afgelopen maand was het weer kwartaalcijfertjes tijd. Ja. Eigenlijk alle publishers en hardwarepartijen lieten florissante cijfers zien. Gameverkoop gaat omhoog, console, die doen het allemaal goed. En de enige partij die eigenlijk, en wat is dat dan als je het minder goed doet, zwarte cijfers, rode cijfers? Rode cijfers is als je verlies maakt, ja. Maar je kunt het minder goed doen en nog steeds zwarte cijfers. Ja, oké. Okay. Dus eigenlijk een neergang liet zien ten opzichte van vorig jaar is Nintendo. Oh ja? Nintendo. We hebben even de cijfers daarvan. Dat zie je hier. Kijk. En het laatste blauwe pijl, de laatste blauwe staaf, is dus het afgelopen jaar 2020. En dan zie je dus dat ze ten opzichte van 2020... naar beneden zijn gegaan. 26% minder revenue. Year over year. Operating profit 31% year over year over year. Switch hardware declined 39,7% year over year. Full game software declined 19% year over year. Subscriptions en add-on content, digital only games up 17%. Maar feitelijk dus zie je dus minder switches verkocht, minder games verkocht. En dat schijnt dan met name te maken te hebben met Animal Crossing's New Horizon, die in 2020 uitkwam. Die heeft gigantisch verkocht. Ja, mag ik dit beeld nuanceren? Ja, dat mag jij zeker doen. Ja. Want zoals je ziet hier, zie je die gigantische blauwe dildo, en eigenlijk ook de groene dildo die erbij hoort, in het fiscale jaar 2020. Ja. Dat is echt een krankzinnige. Ze hebben daar bijna 400 miljoen yen omgezet. Mm-hmm. Met een operating profit van ongeveer 150 miljoen yen. Nou, dat hebben ze maar één keer eerder gedaan. Dat zie je daar in 2008 hebben ze dat ook gedaan. Ja. Dat was in de tijd de Wii die zo goed gescoord heeft. En nu zie je dus dat ze dat met de Switch hebben gedaan. Als je die jaren ziet, hè, dus als je eigenlijk van 2017 kijkt tot aan 2022 zie je, of 2021, zie je gewoon een opgaande lijn. Mm-hmm. Het enige is dat in 2020 zie je gewoon een krankzinnige lijn. Ja. En dat heeft alles te maken met twee, eigenlijk zijn het drie factoren die krankzinnige blauwe piek voor rekening hebben genomen. 1. Corona. Mensen zaten thuis, wilden gamen. Stay at home toestanden. Ja. Dus dat betekent dat er een gigantische vraag was naar games, naar consoles. Ja. Consoles en games. Daarnaast, Xbox, PlayStation zijn gelanceerd in dat jaar niet te krijgen. Mm-hmm. Switch lag gewoon overal in de winkels. Dus daar hadden ze een gigantische wind mee. Mag ik nog even het dingetje zien? Want het helpt me. Oh, we krijgen wat. Ja, nee, ja nog even. Ja. En als laatste. Nu is mijn hele denkproces weer weg. Dus ze hadden in ieder geval de. Wat zei ik? Je moest een derde nog hebben. Stay at home. De PlayStation was niet beschikbaar. Precies. Oh ja, en ze hebben natuurlijk een aantal fantastische games dat jaar gereleased. Waaronder, de game die je net voorbij bij zich gekomen. Dat is Animal Crossing natuurlijk. Daarnaast hebben we Monster Hunter Rise is ook, zeggen ze ook hier, een succes hard to capture. Dus ook soms heb je zulke goede games. Ik noem het dan maar even het GTA 5 effect. Dat je 40 miljoen Red Dead's verkoopt, wat waanzinnig is voor Red Dead Redemption 2. 40 miljoen doen bijna niemand. Maar ten opzichte van de 155 miljoen GTA 5 zou je kunnen zeggen, als je aandeelhouder bent die puur alleen naar de cijfers kijkt, nou, dat is ongeveer een derde achter. Ja. Weet je, bedoel, dat ga je natuurlijk ook krijgen van. Ik snap jouw nuancering en dat is ook wat iedereen zegt. Aan de andere kant, dat is niet hoe aandeelhouders kijken. Jawel, ik denk in dit geval wel. Kijk, 2020 is. Maar eigenlijk, om het wat breder te trekken, er zijn grote structurele veranderingen aan de hand in de gamesindustrie. En op dit ogenblik, je ziet Microsoft een gigantische beweging maken naar Games as a Service en dan met name Game Pass. Game Pass lijkt de eerste tekenen van een succes te laten zien.
En nogmaals, het feit dat iedereen Game Pass heeft en het leuk vindt, is iets anders dan daadwerkelijk geld verdienen met Game Pass. Snap dus ik, ja. Microsoft moet natuurlijk wel nog gaan verzinnen hoe ze hier ja, miljarden mee gaan verdienen. Die 2 miljard gamers bereiken die ze voor ogen hebben. Maar goed, vooruit. De eerste tekenen lijken goed te gaan. Niet alle targets worden gehaald. Maar aan de andere kant, dat heeft ook weer te maken met die andere bepalende factor. En dat is gewoon het volledige gebrek aan chips. Waardoor hardware niet, ja, niet geleverd kan worden, niet in de winkels terechtkomt. Wat gewoon een hele rare dynamiek oplevert. Ja, we zien die verandering. We zien ook datzelfde plaatsvinden op game niveau. Dus je ziet ook games as a service. Weet je, de Warzones, de Fortnites. Ja. De games die gewoon jaar na jaar na jaar populair blijven. Waar eigenlijk niet direct aankopen tegenover staan. Want het maakt niet zozeer uit op welk platform je die games speelt. Is dat iets... Ja, oké. Okay. Kijk, je kan natuurlijk Fortnite op de Switch spelen. Op Warzone. Maar dat is niet wat veel mensen doen. Het is toch vooral de Nintendo. Nintendo is wel wat minder op de servers gericht. Nou, in 2020 wel. Je zag zelfs dat Mediamarkt heeft op een gegeven moment, daar hebben we het zelfs over gehad een keertje, die was aan het adverteren met Nintendo Switch. Hadden ze een soort Fortnite package. Okay, ja, hadden ze zelf geprint in de printer en hingen dan met Fortnite. Wat gratis is. Ik bedoel, wat gewoon een gratis game is. En dat is belachelijk. Maar blijkbaar zorgde dat ervoor dat heel veel mensen die Switch wilden hebben. Ja. Je zag ook dat de prijs van de Switch, die werd opgedeeld. Er was geen korting meer op de Switch. Nee. Het was de enige verkrijgbare console. Dus ik denk 2020 moet je eigenlijk een beetje als uniek, een losstaande case zien. En die andere jaren, daar zie je toch wel daadwerkelijk gewoon een stijgende lijn. En 2021 is ook weer beter dan 2019. Ja. Dus, ja. Denk je dat je dus dat die piek, die heeft iedereen gehad. Als je als publisher geen piek had in 2020, waar iedereen thuis moest blijven om games, dan heb je echt iets fout gedaan. Maar je ziet dus nu in 2021 dat ze nog steeds allemaal bovenmaat scoren. Hè? Wat iedereen zei van, ja oké, dus ze krijgen nu alles mee. Wij merkten het ook. Ik bedoel, de hele industrie, of iedereen had eigenlijk een probleem, behalve de gamesindustrie, want het geld klotste werkelijk over de plint, omdat iedereen kocht en games en hardware, weet je wel. Dat moet een keer natuurlijk op gaan houden. Of Is daardoor... Nou, het is nu opgehouden afgelopen jaar. Maar het dus kan ook zijn dat er meer gamers zijn bijgekomen. Nou, nee? Ik bedoel, er zal vast wel aanwas zijn als het om gamers gaat. Maar dat wordt altijd gedreven door software. Dus op het moment dat jij, weet ik veel, als je elke dag op school komt en je bent lined enthousiast over dat je Fortnite aan het spelen bent, nou, dan steek je anderen aan. Die gaan ook Fortnite spelen. Ja. En als die niet een game PC hebben, nou, dan weet ik wel, hebben ze nog wel een PlayStation of whatever. Maar dat leidt niet direct tot nieuwe gameverkoop. Wel als je het hebt over Nintendo, waar bijvoorbeeld iedereen op een gegeven moment enthousiast was over Animal Crossing. Ja. Nou, dat is dan zo'n hit. Je zag het op Twitch, je zag het overal, dat mensen gaan dus een Switch kopen speciaal voor Animal Crossing. Nou, ik denk dat is een situatie waar je als consolemaker in terecht wil komen. Dat je exclusieve first party software jouw exclusieve hardware platform drijft. Maar ja, dat is niet voor iedereen weggelegd. Nee. Dat bizarre is, de PlayStation en Xbox kunnen dat niet, omdat ze niet genoeg consoles kunnen leveren. En Microsoft kan het ook niet meer, omdat zij hebben bedacht dat hun model zit in Game Pass. Ja. En Game Pass moet overal voorhanden zijn, wil het een succes worden. Dus hun strategie is per definitie van, ja, je hoeft geen Xbox Series X te kopen om Game Pass te spelen. Ja, maar waar het om gaat is dat je Game Pass hebt. Ja. Dus, en PlayStation, ja, die hebben het slechtste van beide werelden. Want ze liggen niet in de winkels. Nee. Niet op zo'n manier dat je een hit uit kunt brengen en dat mensen massaal PlayStation gaan kopen, want die PlayStation zijn er niet. Nee. En ja, aan de andere kant gewoon omdat ze in die visuele cirkel zitten, dat ze succesvolle games die dat effect eventueel zouden kunnen hebben aan het doorschuiven zijn, omdat die Xbox, omdat die PlayStation er niet zijn. Ja. Heel ingewikkeld. Een voorteken was wel een beetje, is dat tot een aantal jaren terug duurde het ongeveer 2, vaker 3 jaar voordat een PlayStation 5 exclusive of een PlayStation exclusive naar de PC kwam. En nu lekte er wat cijfers uit van GeForce Now. Die hebben een soort van database met PC games. Dat al die games die nu gaan uitkomen, Horizon en Ratchet & Clank die al is uitgekomen, die komen in 2022 ook al naar de PC. Zou dat dan een soort van opvang zijn van, oké jongens, bedoel, we kunnen wel gaan wachten tot die mensen die dat nog niet hebben gekocht, maar wel een PC hebben, onze game gaan kopen, maar er zijn te weinig chips, dus te weinig PlayStation. Of laten we het nu maar gewoon op de PC uitbrengen, want dan verkopen we in ieder geval nog software. Ja,
Nou ja, de vraag is, als je bij Game Pass zit, heb je dat natuurlijk, dan wordt dat door Microsoft zelf gedreven. Ja, maar het gaat om PlayStation. Dus ja. PlayStation exclusive die nu eigenlijk binnen een jaar al naar de PlayStation, naar de PC komen. Dat, ja. dat is wel een van 2 tot 3 jaar naar 1 jaar. Ja. Dat is, als het waar is, hè, want het was natuurlijk nog een lek. Dat zou natuurlijk kunnen zijn dat zij zien wat jij ook ziet, namelijk tussen nu en 2023 gaan we zeker wel PlayStation verkopen, maar we gaan niet zo snel als we willen. Ja. Dus laten we ook maar wat games op de PC dan maar verkopen. Ik denk echt, ik bedoel, je hoort er niet zoveel over. Ik weet niet wat de interne targets zijn van PlayStation. Maar ja. Het zou zomaar kunnen zijn dat zij zichzelf bijvoorbeeld hebben voorgenomen om deze generatie halverwege al die 100 miljoen aan te tikken. Wat natuurlijk gigantisch is, maar... Kijk, ze zitten nu op de 13 miljoen. Zoiets, ja, dus dat haal je niet. Dat haal je voor geen meter. En zelf zeggen ze, het verkoopt beter dan de PlayStation 4. Appels en peren. Ja. We zijn in een andere tijd. We zijn in een periode waarin Microsoft zegt dat ze 2 miljard gamers gaan bereiken met Game Pass. We zijn in een periode waarin Nintendo waarschijnlijk wel de 100 miljoen gaat aantikken. 90 miljoen zitten ze nu. Dus hoeveel? 90 miljoen. Ja, dus daar zijn ze bijna. Komt dan die OLED-switch uit. Ja. Wat een mooi ding is. Als ze die controllerproblemen oplossen en nog 2 goede games uitbrengen, boom, dan vliegen ze eroverheen. Ja. Waar is PlayStation op dit ogenblik? Weet je, ik bedoel, de AAA games worden uitgesteld. De hardware is niet voorradig. Nee. Ze hebben echt serieus, ze zitten echt in de hoek waar de klappen vallen. Dat hebben ze inderdaad heel lastig. De OLED loopt inderdaad goed. Die is eigenlijk net zo schaars als de PlayStation 5 en de Xbox Series X. En dat zie je maar aan één ding, namelijk dat er gewoon bundels van worden verkocht voor €500. Moet je er weer dingen bij gaan kopen. Wat wel opmerkelijk was, en dat is even het laatste dingetje, dat vind ik altijd leuk. Er is ooit een keer, dan zijn er analisten of mensen, insiders, die zeggen van Nintendo is bezig met een 4K. Volgens mij was Bloomberg, die hadden 13, 14 developers gesproken, off the record, die aan een 4K game wilden werken voor de Switch. Nou, Nintendo meteen, nee, dat is niet zo. We focussen volledig op de OLED. En nu hebben we een plaatje van ook weer die aandeelhouders briefing, een tweet inderdaad, waar gewoon bij staat dat er eigenlijk gewoon staat, ik weet niet of ik het plaatje zie, daar kan ik het plaatje zien, en daar staat ons eigen pipje dan even overheen, maar daar staat die Integrated Hardware Software Next Gaming System. Oftewel, ze zijn er wel degelijk mee bezig. Ja, dus nou ja, natuurlijk zijn ze er mee bezig. Precies. Ik vind dat zo grappig dat ze dan rabiaat gaan lopen ontkennen dat ze ermee bezig zijn. Nee, maar dat is logisch, want als ze dat zouden doen, zou niemand meer een Switch kopen. Exact. Dus dat, en er komt nog heel veel uit qua games. Dus ik denk eerlijk gezegd dat ik weet niet meer precies hoe dat met de Switch zat, maar ik weet dat de aankondiging redelijk dicht op de release zat. Mm-hmm. Dus we gaan meer van dit soort lekken krijgen richting de launch, maar kom op, dat gaat nog jaren duren. Zeker met dat chiptekort. Ja. Echt niet dat Nintendo zijn vingers gaat branden nu aan de launch van een nieuwe console. Gaat gewoon niet gebeuren. En dat eerlijk gezegd, het zou mij verbazen als we de voor 2025 zoiets gaan zien. Het zou kunnen. Bedoel, en feitelijk kunnen ze ook altijd zeggen dat ze gelijk hebben. Want ik denk dat zij zien als we zijn bezig met dat die dingen al van de productielijn afrollen. Dat ze eraan denken of dat ze aan het tekenen zijn of zo. Ja. Dus het is een beetje flauw geloof. Natuurlijk zijn ze bezig met het nadenken over een 4K model. Maar mogelijk inderdaad hebben ze iets van, en ook geadviseerd door de chipfabrikanten van, nou, ik zou maar even wachten, want dat gaat hem even niet worden. En de OLED is een prachtige machine die ook heel veel mensen willen. Ja. En die brengt je ook wel over de 100 miljoen. Dan, we hebben het er al vorige week over gehad. De NFT's, mag je nog één keer zeggen wat het is? Dat is een non-fungible token. En dat is eigenlijk een unieke code op een blockchain. Vaak Ethereum of een andere soort van smart contract chain. Die vaak gekoppeld is aan een digitaal object. En dat kan bijvoorbeeld een plaatje zijn, een JPEG-je zijn, of een of andere character in een videogame, whatever, dat soort shit. Ja, nou, vorige week had het er even over, en ik weet niet meer welk bedrijf het was die dat ging doen. Ik dacht dat het Ubisoft was. Volgens mij had het erover omdat Steam het allemaal geband heeft, en Epic zei dat ze het wel toe zouden zijn. Oké, nou, in ieder geval, het is een beetje ontploft allemaal, en EA heeft een interview gegeven waarin ze de NFT, de toekomst van de games-industrie gaan noemen, en dat ze er volledig op in gaan zetten. En toen was het vrij snel ook Square Enix, Take-Two en Ubisoft die allemaal zeggen NFT, dat gaat de shit worden. En ik had het er net al even met je over vandaag van het.
Waarom zegt geen enkele publisher meer van, weet je wat wij gaan doen? We gaan een ongelooflijk goede game maken. Ja. Het is alleen nog maar zoeken naar, oh, daar is nog wat monetization. Oh, kunnen we hier ook geld aan verdienen? Stoppen we dat ook in onze maar game? Het is die constante jacht naar de hype, naar de volgende hype. Weet je, ja. We hebben het al vanaf de 3D-brilletjes. Ja. Wat een fucking stokoude techniek is. Dat opnieuw uit de kast werd gehaald om televisies te verkopen. En gamemakers sprongen daarop in. Toen had je ja. de 3DS, die deed ook zoiets met een schermpje. Het zijn allemaal gimmicks. Ja. En NFT's zijn echt serieus. Dat is ja, ik kan er geen goede woorden... ik weet het. Ik kan er geen woorden aan vuil maken. Het nee. is fucking vreselijk. En waarom? Omdat wat de NFT's eigenlijk zijn, het gaat om over de speculatie op de prijs van de hoe noem je het van de beetje valse schaarste die er gecreëerd wordt. Mm-hmm. Dus je moet je voorstellen als Nike een exclusieve Air Max maakt. Ja, dan staan de mensen. Nou, staan mensen in de rij ja, en precies ja. van die schoenen worden heel duur en die kun je verkopen voor €1000. Ja. Blablabla, weet je. En nou goed, dat is een soort loop en daardoor willen mensen die schoenen kopen als ze exclusief zijn en nou goed, enzovoort. Je kunt je afvragen of die schoenen daadwerkelijk schaars zijn. Kijk, als er, weet ik veel, de footlockers zouden vol liggen met die schoenen, ja, dan had iedereen in de gaten dat het niet schaars was. Nee. Maar als Nike eigenlijk elke week een schaarse schoen uitbrengt, zijn die schoenen dan nog zo schaars? Ja. Dat kun je jezelf afvragen. Nou, ja. In dat spectrum zitten die NFT's. Het zijn digitale objecten. Digitale objecten kunnen in principe oneindig worden doorgekopieerd. Mm-hmm. Maar die unieke code die dan wordt vastgelegd in zo'n blockchain, suggereren dat je te maken hebt met schaarste. En jij kan die dan weer doorverkopen? Is dat een beetje ding? Laat ik zo zeggen, dat in theorie is dat mogelijk. Want ja. je kunt dan die specifieke token waar dan dat digitale object aan vast zit, kun je doorverkopen. Dat is wat die blockchain bedrijven allemaal mogelijk maken. En dat is mm-hmm. waar iedereen gouden bergen ziet. En er opeens miljoenen wordt betaald voor de meest krankzinnige onzin. Het probleem zit hem niet zozeer in die NFT's of in die smart. Ik bedoel, het zal allemaal wel. Ik heb er ook geen moeite mee als mensen hun Air Max gaan doorverkopen voor €1000. Nee. Het zal wel. Dat heb ik hier ook niet. Moeten mensen zelf weten. Mijn probleem is hem in de suggestie van schaarste. Alle waarde wordt in principe gedreven primair door schaarste. Dat wil niet zeggen dat alles wat schaars is ook waarde heeft. Weet je? Nee. Ik kan een tekening maken, daar gaat er maar één van zijn, maar die heeft geen enkele waarde. Nee. Dus dat soort schaarste, daar hebben we het niet over. Nee, we hebben het ook schaarste in combinatie met iets wat iedereen wil hebben. Ja. En hoe zorg je dat iedereen iets wil hebben door er een fantastisch marketing lulverhaal aan te hangen? Nou, dat is waar game uitgeverij natuurlijk super goed in zijn. Dus dat is waar je ziet van dit is in feite, in wezen is dit een marketing scheme. Ja. Waarin een soort schaarste gebruikt wordt als kapstok voor je marketing lulverhaal. Ja. Nou, dat is wat dit is. Het probleem is, kijk, ik bestudeer al, ik denk ruim 7 jaar Bitcoin. En Bitcoin is een goed voorbeeld waarin het concept van absolute digitale schaarste is uitgewerkt, mm-hmm. vastgelegd. Dat is een nieuw concept. Op het moment dat je dat kopieert, verdwijnt de schaarste. Want als je toestaat dat dat 1 keer wordt gekopieerd, waarom dan niet 100 keer kopiëren? Waarom niet 1000 keer kopiëren? De schaarste is weg als je dat toestaat. Daarom heb ik zoiets van als Bitcoiner, digitale schaarste, absolute digitale schaarste, kan maar 1 keer bestaan. Ja. Dus je kunt niet toestaan dat die schaarste wordt gekopieerd. Want dan is er van wat voor soort schaarste helemaal geen sprake meer. Dus om je technisch een voorbeeld te geven, stel je voor, je gebruikt een of andere smart blockchain oplossing om daar al je tokens in vast te leggen. Mm-hmm. Veel van die shit is open source. Ik kan dat hele project kopiëren en ik noem het de Boris Coins met daarin al je digital fungible tokens, whatever, non-fungible tokens. En daar zitten dan die digitale objecten aan vast. Dus wat dat betreft heb ik zoiets van ja, dat hoe schaars is het dan? Is het dan vergelijkbaar met de kaarts uit FUT? Ik bedoel, Messi en Ronaldo, 96 kaartjes, die zijn ongelooflijk waardevol, want schaars. Maar je weet nooit hoe schaars. Maar hoe schaars, precies. Wat is schaars? Dus jij zegt van... Maar je moet je ook afvragen, EA... Heeft er geen belang bij dat het superschaars is. Maar EA verdedigt de schaarste. Bewaakt. Ja. Dat is een beetje de ridder die voor de poort staat. Ja, dat is niet heel betrouwbaar. Maar EA, wat is de incentive van EA? Geld verdienen. Ja, nee, Dus waar verdien je geld mee? Schaarse shit verkopen. Ja. Dus je hebt de bewaker voor de poort, die heeft er belang bij dat de poort open gaat. Dat is weird. Dat is een rare situatie. En daarom werkt die schaarste niet op het moment dat het
systeem niet volkomen transparant is. Mm-hmm. En door de community volledig beheerst wordt. Ja. Dat is alleen bij Bitcoin het geval. Daarom die NFT-shit. Het is niets meer dan een marketing scheme. Mm-hmm. En snap dat al die bedrijven erop duiken. Ja, nou, wat ik er eng aan vind, is niet zozeer dat model zelf, want mij boeit het niet zo. Maar het geeft ook maar weer aan dat, kijk, ze doen dit, die zoektocht, die verkrampte zoektocht naar monetization binnen games, laat ook zien dat het proces van games maken volledig uit de hand aan het lopen is. Bedoel, ja, het zijn weer marketeers, de spreadsheets aan het maken. Ja, maar ze hebben ook zoveel geld nodig om alles gaande te houden, dat ze niet meer uitkomen met alleen een hele vette game maken. Ja. Er moeten al die andere dingen in zijn, anders maken ze niet meer de winsten. En op een gegeven moment blaas je het gewoon totaal op, dat hele systeem. Nou, je moet je voorstellen wat hier gaat gebeuren zometeen. Dus wat je zometeen krijgt, en dat gaat niet EA en Square en Ubisoft gaan dat allemaal niet lukken, maar je gaat een indie game krijgen. Ja. En die komt met personages die NFT's zijn. Ja. Nou, die personages gaan te koop worden aangeboden op een of andere trading platform waar dat dan kan. En dan ga je krijgen dat er gamers zijn die worden miljonair. Mm-hmm. Met het verkopen van hun personages. Ja. Dus waar je vroeger een World of Warcraft character had, waar je 1000 uur in had zetten, die kon je dan voor, weet ik veel, €2000 verkopen of dollar verkopen, weet ik wel. Nou, nu heb je dat, je hoeft er niet eens meer tijd in te steken. Je hebt gewoon een heel schaars personage. En dat kun je dus blijkbaar verkopen. Nou goed, dan ga je dus het verhaal krijgen dat zoiets voor 1 miljoen is verkocht. Dan kan ik je vertellen, op dat ogenblik willen alle gamers nog één ding. En dat is die fucking token hebben. Dus die willen ook zo'n schaars personage hebben. Nou, op dat ogenblik wordt zo'n game natuurlijk een gigantisch succes. En iedereen wil die shit spelen in de hoop dat ze die personage kunnen verkopen. Nou, en dan heb je hopelijk een game developer, een indie developer die er nog een fatsoenlijke game van maken. Ja. Want we hebben op de E3 al zo'n project voorbij zien komen. Mm-hmm. Wat overduidelijk alleen maar ging om de speculatie op die stomme poppetjes. Ja. Maar in dit geval, nou goed. Oké, stel dat er dan een goede game aan vast zit die ook nog gespeeld wordt. En dat werkt. Ja, dan heb je wel een soort van marketing activatieverhaal wat heel erg gaat werken. Ja. Neem niet weg dat die handvol gamers die miljonair worden met het verkopen van die tokens, daar tegenover staan waarschijnlijk 5 miljoen gamers die geld gaan verliezen met die shit. Ja. Want zo werkt alles. Een paar procent neemt alles. Waarschijnlijk het bedrijf die het maakt sowieso. Die gaan heel veel geld verdienen. Maar ook een paar gamers. Maar het leeuwendeel verliest geld. Ja. Dat is mijn probleem met dit soort shit. Het blijft een piramidespel. Ja. En dat, dat is gewoon vervelend en destructief en slecht voor het imago van games. En ook krankzinnig. Hè? Dus straks als je een game developer bent, dan krijg je dus de opdracht, je moet een goede game maken, er moet een microtransaction inkomen, er moeten NFT's in, het moet season pass zijn, het moet servers zijn. Weet je wel, al die opdrachten krijg je erbij. Ik bedoel, waar zit op een gegeven moment nog van, oké, ik heb een leuk verhaal met een leuke gameplay mechanic, dat ga ik maken. Ja, maar dat is precies de reden waarom Square en Ubisoft en wat was de EA niet in staat zullen zijn. Dat wordt verschrikkelijk. En daar schrik ik ook van opeens beginnen ze allemaal weer te jubelen van dit gaat het zijn. Denk, oh mijn god, weet je, jullie games zijn al niet meer zo heel erg tof. Dit gaat een probleem worden. Maar goed, ook dit gaan we volgen. Ook financieel nieuws. Ik had gisteren een leuke discussie met Tom. Je weet wel, onze Tom die checkt altijd e-sports. Ik doe dat ook wel vaak. Er waren een aantal hele leuke finales. En ik weet het niet even uit mijn hoofd. Maar volgens mij was het de PDL, PFL. Maar in ieder geval een hele grote finale. Counter-Strike. Daar keken 2 miljoen mensen na op Twitch live. Nou, Tom zei, 2 miljoen mensen. En toen zei ik al van, nou, ik zat AC Milan tegen Inter Milan te kijken op hetzelfde moment. En daar keken bijna 300 miljoen mensen naar. Achter een paywall. Dus achter een paywall. Want ik kijk het via Ziggo, daar betaal ik voor. En dit was allemaal gratis. En toen had ik een hele discussie met hem over, je weet, we hebben het al af en toe over dat e-sports nog steeds door heel veel e-sports pionieren wordt gebracht als it's the next big thing, is de grote sport. Je moet erin gaan investeren. En Riot Games heeft deze week bekendgemaakt dat na al die jaren hun e-sports divisie nog steeds verlies maakt. Ja. Nou zeggen ze, ja, maar dat is omdat die game, we doen het voor die game. En die clubs, die verenigingen, dus die meedoen aan de sport, die maken allemaal winst. Dat zal allemaal wel. Maar e-sports aan zich maakt eigenlijk nog steeds geen winst. En dat komt omdat het knijterduur is om te maken. Maar het zit bijvoorbeeld allemaal niet achter een paywall. Het is ooit gratis begonnen op Twitch. Ja.
En je krijgt het niet achter die paywall. Dus er zitten 2 miljoen mensen te kijken. Kijk, UFC, daar kijken misschien een paar honderdduizend mensen naar. Maar wel allemaal achter een paywall voor 10, 20 laten euro. Laten we eerlijk wijzen. Het is, het is ook kwaliteit van content. En dat... Ik moet zeggen dat die stream die ik gezien heb met Kaalsen... Het zag er wel echt fucking goed uit in 4K. Ja, maar dat bedoel ik niet. Wat ik meer bedoel te zeggen is dat... laat ik zo zeggen. Als je ziet wat er gebeurt in Counter-Strike... Mm-hmm. Dat is gewoon... Het kost veel tijd voordat mensen snappen wat er aan de hand is. Ja, China ging ze helemaal. Er waren beelden van hele wijken die aan het dansen waren. Ja. Dat het Chinese team, dat was volgens mij League of Legends, aan het winnen was. Dat was maar dat is hier nog niet zo. Nou ja, weet je, ik heb heel vaak dat soort verhalen gehoord. En ik ben zelf ook bij wat van die matches geweest. En als je dat dan niet op die manier terugziet, dat is gewoon weird. Ja. Kijk, overigens denk ik dat in het geval van Riot... ook daar zie je weer dat ze eigenlijk meerdere... doelstellingen hebben. Mm-hmm. Kijk, aan de ene kant kun je zeggen van oké, ze hebben zo'n e-sports afdeling opgezet. Die moeten op een gegeven moment geld gaan verdienen. Ja, ze verdienen wel geld, marketing maar ze maken tool. Geen winst. Het is, maar het is ook een marketing tool voor die game. Ja. Dus wat zie je vervolgens gebeuren is dat mensen die skins kopen en die in-game purchases doen aan de hand van het succes van zo'n e-sports, whatever. Dus het is als marketing tool heel succesvol. En de omzet zie je niet terug bij de e-sports afdeling, maar bij de game uitgever. Ja, dat is waar. Dus op het moment dat je doelstelling is om zoveel mogelijk mensen te bereiken, dan is dat, staat het haaks op je doelstelling om je content te monetizen. Mm-hmm. Want als je die content gratis weggeeft, ja, dan gaan meer mensen het kijken natuurlijk. Ja. Dus als zij daar een paywall hadden neergezet, hadden nog maar 50.000 mensen gekeken. Mm-hmm. Wat misschien er wel voor kan zorgen dat dan de e-sports afdeling eindelijk een keer winst maakt. Maar minder games. Maar goed, je hebt niet het bereik. Dus ik denk dat dat soort afdelingen binnen, die gaan nooit winst maken. Dat is helemaal niet de bedoeling, weet je. En dat het is leuk dat ze daar iets over zeggen. Maar ja, het is ondergeschikt aan de omzet van zo'n totale game. Maar bij de ESL is dat natuurlijk wel anders. Dat is een organisatie die draait om e-sports. Die hebben geen eigen game. Kijk, je ziet natuurlijk allemaal Activision. Maar waar komt hun inkomsten vandaan? Ja, dat zijn sponsoring, maar precies ook... dat. En dat is hoe weak is dat? Weet je dat je? Ja, nee, het is levensgevaarlijk. Daarom, het is levensgevaarlijk. Op het moment dat de wind even de andere kant op van, al je sponsors haken af. En dat hebben we al meerdere keren gezien. Weet je, op het moment dat zo'n speler opstaat en zegt van, ik ben tegen de onderdrukking van de Oeigoeren. Weet ik van wat er dan gezegd wordt. Nou, hop, boom, gecanceld die shit, hop. Sponsors trekken ze terug, bittere ellende. Ja. Dus dat is voor de ESL ook gevaarlijk, zoiets. Dus ik denk dat wat dat betreft heeft Riot Games betere papieren. Want mm-hmm. ze hebben hun eigen game in eigen beheer. En kunnen zelf bepalen waar precies het zwaartepunt ligt. Ja, maar Activision, bijvoorbeeld Blizzard. Blizzard heeft vorige week of een week daarvoor bekendgemaakt dat Overwatch 2 en Diablo, die zijn allebei uitgesteld. En Overwatch 2 is een groot probleem, want de allereerste Overwatch zijn ze 1 tot 2 jaar terug geleden gestopt met het updaten van de content, want Overwatch 2 kwam eraan. Nou, die krijgen ze dus gewoon niet af. Het is een puinzooi bij dat bedrijf. Dat komt pas na in 2023. En ondertussen hebben ze voor vele miljoenen die Overwatch League opgezet, die nu draait op een game die er eigenlijk niet is. Wat natuurlijk ook krankzinnig is. En Activision krijgt de Call of Duty League ook niet van de grond helemaal, weet je. Want mensen zijn nog niet... Het is zo... Die zijn al bezig met die bedrijven. Die teams moeten miljoenen betalen om de licentie te krijgen, om mee te kunnen doen. Ja, die kunnen dat dus niet terugverdienen. Dat vind ik... Ik vind dat soms zo gevaarlijk. Omdat ik ook wel zie dat e-sports heeft heel veel potentie. Maar we zetten het al hier neer, terwijl het nog hier zit. Nou, wat het voornamelijk is, is dat die hele business gedreven wordt door sponsorships. Ja. En dat is gewoon niet gezond. Nee. Dus je hebt een samenwerking van factoren. Je hebt mensen die betalen voor de content nodig. Mm-hmm. Dus of je nou in het stadion zit bij voetbalwedstrijd, of dat jij achter een paywall betaalt voor die wedstrijd. Dat maakt niet uit. Je bent dan betalen voor die content. Daarnaast heb je natuurlijk je sponsorships ook. En je hebt misschien daarna nog, weet ik veel, je merchandising en whatever. Die drie dingen heb je nodig om een succesvol platform uit te bouwen. En je ziet dat gewoon. Ik wil... Er is wel e-sports merchandising. Maar, weet je, er is wel dat er betaald wordt voor content, maar het wil niet echt, weet je. Het is gewoon, het leunt op één been en dat is namelijk sponsorships. Ja. En ik heb dan het idee van als de wind straks anders gaat waaien. Ik bedoel, het grote gevaar voor deze hele industrie is niet zozeer dat...
weet ik veel, dat, dat die sponsors zich terugtrekken. Het grote gevaar is dat die sponsors grillig zijn. Dus dat ja. ze, weet ik veel, zometeen komt er één game die iedereen gaat spelen. Mm-hmm. Nou, maar echt iedereen. Weet je. Ja. En dan zijn alle andere, want nu wordt het verdeeld over pakken beet, weet ik veel, 6, 7 populaire games. Straks is er eentje. Ja. Nou, die developer van die game, of die uitgever van die game, die pakt gewoon de hele markt, ook de e-sportsmarkt, alles ja. erbij. Is dat gezond? Nee, totaal niet. Want vervolgens heb jij misschien wel als teammanager miljoenen geïnvesteerd in het bouwen van een team. Nou, mm-hmm. die mensen zijn gewoon, die hebben een bestaansrecht. Nee, dat snap ik wel. Dat snap ik. En ja, ik bedoel, ik interesseer me bovenmatig in sport en lees ook veel over sportmarketing, omdat topsporters zijn over het algemeen een hele goede marketing tool, want het zijn allemaal over het algemeen frisse, jonge, sportieve, goed gebouwde, spontane mensen. Nou, dat is iets waar je, hè, je product wil je linken, of je voedingsmiddel of je drankje aan iemand die er gewoon goed uitziet en sportief is en succesvol. Dat zijn natuurlijk die spelers, is best wel moeilijk. Ik vind heel vaak die sponsoring, Ik vind het niet lekker liggen of zo. Ik bedoel, ja. Messi of met een Coca-Cola drankje of een zak chips, dat snap ik wel, weet je wel. Maar die e-sporters, die vaak toch al vrij timide zijn, ja. Ik vind het lastig. En het verbaast mij gewoon eigenlijk dat ze nog steeds geen paywall hebben bij heel veel van dat soort dingen. Ja, daar hebben we het over gehad. Ja. Ja. Ik bedoel, het kan niet. Het zit er niet in. En het strookt niet met hun eigen marketingdoelstellingen. Nee. Nou, we blijven het gewoon in ieder geval volgen. Gaan we naar... Ja, dat komt het Ubisoft-blok aan. Deze vond ik opmerkelijk. Ubisoft heeft een versnelling van het betalen van mensen die bij Ubisoft willen werken of blijven werken. Hebben ze pay raises gegeven. En dan hebben we het over de toplaag. Ja. Omdat er een enorme leegloop dreigt met Ubisoft. Dat heeft deels te maken natuurlijk met het gekrakeel bij het bedrijf. Maar ook, we hebben het er al vaker over Montreal, waar op dit moment alle grote bedrijven zich gaan vestigen. Waanzinnig toffe, leuke, kleine start-ups zijn. Bedrijven zijn die 4 dagen per week werken. Bedrijven die, als je een baby hebt of kinderen hebben, een crash voor. Allemaal toffe dingen. En mensen lopen gewoon weg. Ja, maar het heeft ook met Canada te maken. Het klinkt bizar, maar Australië... Mensen blijven wel allemaal in Canada zitten. Ze blijven allemaal in Montreal. Is dat echt zo? Want ja. Als dat echt zo... Want kijk, ik kan me voorstellen dat je... Dat je de weg zou willen. Ja, vooral als je niet een Canadees bent. Kijk, als je familie in Canada woont, oké, die kan je zien. Maar wat als je zo meteen niet meer mag vliegen, als je niet de 6e boostershot hebt genomen? Ja. Ja, weet je, dat is allemaal onzekerheid. Ik weet niet, maar als ik in Canada zou wonen, zou ik hem smeren, weet je. Want je mag zo meteen helemaal niet, volgens mij nu al, helemaal niet meer vliegen. Niet reizen, nee. Dus dat is een probleem. Dus dat is niet iets wat ik daar... Het zou kunnen. Ik, in ieder geval hebben ze het over een brain drain. Dus dat is vooral de bovenkant. Nou, onmiddellijk ging natuurlijk weer... dus het salaris van met name de bovenkant is omhoog gegaan. Niet aan de onderkant. Nou, dat ga je natuurlijk krijgen. Hè. Er is nog geen union, maar de onderkant gaat zich ook weer roeren. Maar wat is de onderkant? Kijk, ik bedoel iedereen... Ja, gewoon de developers. Ja, maar die verdienen ook goed. En ik bedoel, daar is gewoon misschien wat meer concurrentie, maar... Maar nee, ja, kijk, ik ben hier best wel... Hier kan ik wel hard in zijn van uiteindelijk... Ik bedoel, hoe lullig het ook klinkt... Is het de bovenkant, de level, de top-level designer. Dat zijn wel de mensen die game bedenken en maken. Dat is eigenlijk je wisselgeld. Ja. Iemand die aan de onderkant gewoon het werk doet... Ja. En mogelijk ooit binnen 5, 6 jaar daarboven komt. Ja, die is wat makkelijker inwisselbaar. Ja. Wat interessant is natuurlijk ook dat Ubisoft ooit een bedrijf was waar iedereen voor wilde werken. Ja. En het liefst in Montreal, want dat was, nou, we zijn er allebei geweest. Dat was, die stad was ervoor gemaakt, weet toffe je wel. Stad, toffe vibe. Ja, en in één keer is dat gewoon binnen 2 jaar volledig weg. En de ene en de andere loopt weg bij Blizzard idem dito. En dan denk ik ook, het heeft ook niet eens meer met geld te maken. Het heeft gewoon dat mensen denken van, misschien moet ik hier ook niet meer zijn. Ja, ik weet het niet. Ik denk eigenlijk dat er een boel dingen samenkomen. Ja. Ik kan me voorstellen van, ja, weet je, je hebt inderdaad natuurlijk de concurrentie. Iedereen, of veel uitgevers gaan naar Montreal, omdat Quebec, de staat Quebec, betaalt je loonkosten daar, dus als bedrijf. Dat betekent dat er gewoon veel partijen zitten. Concurrentie is groot, heeft een aanzuigende werking naar die stad ook. Ja. Misschien ook veel indie developers, hè? Dat heel veel bedrijven toch weer even iets... Want dat vind ik ook wel een sign, dat die crunch, weet je, waar we het ook jarenlang over gehad hebben, dat die gigantisch grote projecten die gewoon zo time
consuming zijn. En dat heel veel mensen ook denken, ik wil het eigenlijk niet meer. Ik heb nu kinderen. Ik hoef niet meer 60 uur per week te werken. Weet je, ik ga gewoon wat minder werken bij een leuke kleine developer met een kleinere game waar ik ook een leuk salaris kan krijgen. Denk je dat geld dan veel oplost? Nou, dat weet ik niet. Vast wel wat. En zeker in de top, weet je, dat zijn carrière mensen. Dus ja, vast wel. Ik kan me, wat ik me gewoon goed kan voorstellen bij een uitgever als Ubisoft, dat is misschien ook een bedrijf waar je carrière begint, weet je. Dus je komt van een of andere game design opleiding. Wow, dan ga je voor Ubisoft werken. Nou, dan doe je dat 2 jaar, 3 jaar. Dan kom je achter dat het fucking kut is. Maar dat is natuurlijk niet wat ze zoeken. Hè? Ze zoeken mensen die de nieuwe Assassin's Creed bedenkt voor ze. Of de nieuwe NFT game. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Dat is ook een andere afdeling, denk ik. Ja. Kijk, de werken bij Ubisoft daar in Montreal, volgens mij 1500, 2000 man. Ja, het is gigantisch. Nou ja, in ieder geval, ze gaan proberen dat met allerhande salarisverhogingen voor elkaar te krijgen. Dan ook nog iets over Ubisoft. Ja, dit, ik weet het niet, man. We hebben het vaak over privacy. Nou ben ik daar wat minder mee bezig dan jou. Maar dit is dan bijvoorbeeld iets, ik vind het een soort, het is niet, het is, ja, misschien moet ik het ook wel zeggen. Ik krijg nu mailtjes van Ubisoft en ook van een aantal andere partijen. En Netflix doet het ook. Ik laat even het plaatje zien. Ik krijg gewoon een mailtje dan. Dan heb ik dus Far Cry gespeeld en ik ben er 3 dagen mee opgehouden. En dan krijg ik een mailtje van, gast, je kan, hallo, wat is er aan de hand? Weet je, kan je beter? Netflix doet het ook. Dan zit ik een serie te kijken. Dan stop ik ermee en na 2 dagen krijg ik een mailtje. Moet je de serie niet afkijken? Ja. Ik vind dat vervelend. Ja, maar het is ook je realiseert je op dat ogenblik wat ze allemaal van je weten. Ja. En ik denk niet dat veel mensen klagen, anders zouden ze het niet doen. Nou, het begint nu wel. Dit is wat ik deze. Wat is, maar ik heb een vraag. Als jij Far Cry start, dan wil die dat je je aanmeldt bij Ubisoft. Heb je dat gedaan? Ja, dat soort. Ja, nee, dat snap ik. Ik bedoel, en daar heb ik dan niet op gelet, omdat tot nu toe had ik daar geen last van. Maar nu voor het eerst had ik wel zoiets van, oké, maar. Ik vind één keer een leuk grapje, maar Netflix die nu elke week bij elke serie, daar is een reden voor. Ik vind die serie kut, dus ik hoef hem niet te zien. Maar dan hoef ik niet 4 keer een mailtje te krijgen van, je moet hem nog zien, weet je wel. Ja. Ik bedoel, ik zoek dat zelf wel op. En hetzelfde geldt, dit gaat mij tegenstaan, want ik wil Far Cry wel doorspelen. Maar als me nou ook fucking gaan mailen van, hey dude, wanneer ga je Far Cry wil spelen? Ja. Ik bedoel, je bent mijn moeder niet. Ja, bedoel, ik vind dat vervelend. Wie heeft dat ooit bedacht dat je dat dan tof zou vinden? Dat is een van de engagement techniek die dan. Dat is allemaal met die shit. Het is allemaal veel te lomp en het werkt net niet, weet je. Die communicatie is wat dat betreft best wel slecht. Ja. Het zijn zoveel manieren om dit te doen, in plaats van dat je alleen al zegt van, hey dude, je moet doorgaan, had je ook kunnen zeggen, kijk eens wat een toffe ding je de afgelopen tijd hebt gedaan in Far Cry. Dus als je nog een keertje wil doorgaan. Ja, de communicatie is heel slecht. De communicatie is heel tergend kut. Ja. Heb jij dat ook? Heb je dat mailtje ook gehad? Wat vind jij ervan? Of zeg je van, je loopt gewoon te zeiken en dat is hartstikke leuk, want dan weet ik tenminste dat ik door moet gaan. Ik vind het niet leuk. Laat het even weten in de comments. Volgende week is er weer een nieuwe Piepshow.